Dit is het Focus TV nieuwsmagazine van maandag 4 maart met vandaag. Grootste toename jeugdwerkeloosheid van Nederland in de Achterhoek. Inspectie vindt dat controle op kinderopvang in Berkelland en Zutphen beter moet. De boezemvrienden uit Didam winnen de halfvastenoptocht in Angerlo. Muldershuis organiseert dit jaar geen paasvuur voor Eibergen. Focus TV in definitief advies programmaraad aan UPC. En Orion verliest weer van Zwolle en is uitgeschakeld voor de landstitel. Achterhoekse jongeren zitten vaker zonder werk. Uit cijfers van het UWV is gebleken dat het aantal Achterhoekse jongeren dat op zoek is naar werk met meer dan de helft is toegenomen. Eind 2012 waren er 1140 geregistreerde werkzoekende jongeren, ruim 56% meer dan in 2011. Uit de cijfers is gebleken dat de toename werkeloosheid onder vrouwen groter is dan onder de mannen. Het aantal werkeloze jongeren in de Achterhoek stijgt harder dan in andere delen van Nederland. De controle op de kwaliteit van kinderopvang in de gemeente Berkelland en Zutphen moet beter, zo stelt de onderwijsinspectie. Beide gemeenten komen voor op een lijst van 51 gemeenten die toezicht op de verschillende soorten van kinderopvang beter moeten controleren. Zutphen staat reeds sinds november 2011 op deze lijst. Berkelland is recent toegevoegd. De 51 genoemde gemeenten voldoen volgens het controlerend orgaan niet aan de minimumnormen voor toezicht en handhaving. De boezemvrienden uit Didam hebben de halfvastenoptocht in Angerlo gewonnen. De wagen met als thema Dixieband Hoge Noot, Valse Noot won de eerste prijs in de categorie carnavalswagens. De prijs voor het beste dweilorkest ging aan de Trotters uit Doetinchem. De winnaar bij de loopgroepen werden de IJsmeesters uit Zevenaar. Dit jaar komt er geen paasvuur in Eibergen, dat meldt de website nieuwsuitberkeland.nl. Vorig jaar verhuisde het paasvuur van het park De Maat naar restaurant Het Muldershuis. Maar de nieuwe eigenaar van Het Muldershuis gaat geen paasvuur organiseren. Daardoor zullen de inwoners van Eibergen elders naar het paasvuur moeten gaan. Focus TV is door de programmaraad Oost-Gelderland opgenomen in het definitieve advies aan kabelmaatschappij UPC. Ook de Duitse zender NDR is in de aanbeveling opgenomen. RTV Oost, de omroep van Overijssel, verdwijnt dan uit het pakket. Als UPC dit advies overneemt, betekent dat dit ook na 1 juli Focus TV te zien is via de analoge kabel. De volleyballers van Firm X Orion uit Doetinchem zijn zaterdag uitgeschakeld in de strijd om de landstitel. Zwolle was wederom te sterk. Het won met 0-3. Dit houdt in dat het seizoen voor Orion eigenlijk ten einde is. De Doetinchemers mengen zich de komende tijd nog wel in de strijd om de plaatsen 3 tot en met 6 voor Europees volleybal. Maar door de bekerwinst in februari is de ploeg van trainer Bas Hellinga al verzekerd van Europees volleybal.